zeg maar, het teamsport vind ik heel leuk. Het blijven ontwikkelen vind ik heel leuk. En prijzen winnen vind ik heel leuk. Dus ik hoop dat dat de aankomende jaren er nog een paar keer in zit. Ja. Dat zou het wel extra mooi maken natuurlijk. Je bent pas 25 jaar, maar de kans is groot dat jij over een maandje al alles gewonnen hebt wat er te winnen valt. Dat is niet veel gegeven. Wat draait jou nog als jij zometeen ook de World Games gouden plak hebt? Genoeg. Ik vind korfbal nog een heel leuk spelletje. Wil graag altijd de beste zijn en ik denk dat er verder nog heel veel te ontwikkelen valt ook. Dus ik denk dat we nog lang niet uitgeleerd zijn. Geef het voor. Het kan altijd beter. Ik denk dat het verdedigen nog beter kan. Aanvallend kan het ook altijd beter. Dus dan niet alleen 1-1, maar ook alle andere aspecten van aanvallen horen er ook bij. Dus. Ja. Nou ja, ik had natuurlijk wel van voorgaande keren had ik dat wel gevolgd vanuit Jong Oranje. En, wel ook al de sporten even opgezocht, wat er allemaal nog meer meedeed. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het toernooi. Ja. Ja, nou, ik ben echt heel erg benieuwd naar het evenement aan zich. Omdat, wat je zegt, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Het lijkt me echt leuk om tussendoor wat bij andere sporten te kijken. Normaal ga je naar je wedstrijd terug naar het hotel. Volg je wat andere potjes, misschien via de livestream. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dat hebben opgezet. En ik denk met het team zelf, we hebben echt al een paar hele goede weken op Papendal erop zitten. Zelf persoonlijk wel benieuwd naar Taiwan, waar die staan. Normaal komen we die 1-2 keer per jaar tegen, maar nu is dat al bijna 2,5 jaar geleden, denk ik. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. En vooral heel erg zin in, na zo'n lange periode mag het ook wel weer beginnen. Ja. Nou ja, we gaan natuurlijk inderdaad voor goud. En ik denk dat we op de goede weg zijn met het samenspel. Verdedigen zijn we veel mee bezig. Ik denk dat het oefeninterland tegen Duitsland, dat we dat een paar kwarten heel goed hebben gedaan. Alleen moeten we dat denk ik nog iets langer volhouden. Omdat het vraagt veel energie en dat zorgt er ook voor dat je soms de andere kwarten iets lager in energie zit. En ik denk dat we daarin nog wel wat te winnen hebben. Een keer bij kwam moest ik natuurlijk opboksen tegen Cel en Kroon en Suzanne Struik. En nu ja, die zijn eigenlijk alle drie weg en dat waren natuurlijk wel echt de top aanval dames. En nu hoor ik daar misschien zelf wel echt bij. Alleen dat, ja, soms is dat besef er nog niet helemaal, maar is het misschien wel zo. Ja. Ik denk dat ik eigenlijk al best wel tevreden ben met mijn carrière. Ik denk dat ik van een klein clubje als ASVD in één keer bij DVO in het eerste kwam. Daar 5 seizoenen heel leuk en ook heel moeilijk met degradatiekorfbal. Toen de overstap naar Fortuna, superleuk club, goed opgevangen en meteen kampioen geworden. En in het Nederlands team al een tijdje bezig. Dus ja, ik denk als je van je hobby je beroep kan maken, dat het eigenlijk al wel geslaagd is.